Goedemorgen allemaal. Vandaag is de Wereldfeestdag en de dag van de goede daad. Ja, wat kunnen we daar nou bij tekenen? Misschien slingers? Een feestje. Laten we er maar wat op verzinnen. Doe je mee? Vandaag is het Wereldfeestdag en ook de dag van de goede daad. Ja, dat is, nou ja, een goede daad is natuurlijk altijd wel een feestje. Een goede daad. Vroeger had je heitje voor karweitje. Dat is ook wel een goede daad. En we deden dat met de scouting. Ik weet dat nog goed. We hadden het echt, ik denk wel 3-4 man. Of zo, bij een grote villa. Want we heel de tuin geschoffeld en echt een hele ochtend bezig geweest met scouting. Ik denk, want we moesten allemaal het dorp in en dan ergens een heitje voor een karweitje gaan doen. Dat is een oudere mevrouw. En heel die tuin geschoffeld, alles gedaan daar in die tuin. Die tuin zat er weer picobello uit. En toen kregen we allemaal een dubbeltje. Guldens, hè? Een dubbeltje. Ik ben nog nooit zo kwaad geweest. Maar goed, ik heb het ook nooit meer gedaan, een heitje voor een karweitje. Ja, nou ja, hoe teken je nou een heitje voor een karweitje? Dat is misschien wat leuk, wat moeilijker, maar Wereldfeestdag, ja, dat is misschien wel leuk. Laten we eens gewoon een slinger tekenen. Een slinger, vlaggetjes. Zo. Eigenlijk is dit dus ook helemaal niet zo moeilijk, dit. En je zou ze nog verschillende kleurtjes kunnen geven, zo die slinger. Je kan er nog een andere slinger achterlangs tekenen, zo. Dan wordt het nog een groter feestje. En dan hangen er echt meerdere slingers. En dan is dit weer even lastig dat het erachter loopt. Natuurlijk. Dan kunnen we wat serpentines tekenen, natuurlijk. Zo. Ik heb er ook altijd een feestje van, serpentines. Zo. Confetti zou ook nog kunnen. Dat zijn natuurlijk rondjes. Eigenlijk moet die ook allemaal even groot zijn natuurlijk. Het kunnen ook snippertjes zijn, driehoekjes. Hoe maak je iets feestelijk, hè? Kan natuurlijk op allerlei manieren. Ballonnen, dat kan ook nog. Een ballon. Zo. En misschien moet je dan een tros ballonnen doen. Kan ook nog. Ook nog licht wel op die ballonnen doen. Hè. Zo. Ook die kan je inkleuren natuurlijk. Verschillende kleurtjes. Dan hebben we echt een tros ballonnen zo. Ja, feestelijkheden zo. We kunnen natuurlijk ook gewoon een vlaggetje tekenen en zo. Wapperen met de vlaggetjes. Kijk, dan wil wat beweging erin brengen. Wat beweegstreepjes zo, dan is het al heel snel een feestje. Muzieknootjes kunnen er ook weer bij. Nou, is het dan een feestje of niet? Eén groot feest. Nou, maak van vandaag ook een feestje. En dan zie ik jullie morgen weer in de volgende video. Succes!